Afgelopen maandag streden 7 teams van toprestaurants op de Horecava in Amsterdam om de titel Gouden Koksmuts 2016. Restaurant Wollerich in Sint-Oederode, die won hem. En natuurlijk de bijbehorende prijzenpot die daarbij hoorde. Wat hebben jullie allemaal gewonnen, Gerard? Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja? Het leukste lijkt me wel, het mooiste wat ik cadeau gekregen heb, dat is reisje Japan, culinair. Oh. Dus daar kijk ik naar uit. Dat is in maart al schijnbaar. Het is al geboekt en wel. Dus je moet ook gaan of je nu tijd hebt of niet. Ja. Nou, dat hoeft mij niet te vragen. Gaan doen we toch wel. Oké, wat ga je daar zien dan? Ik zou mijn god niet weten. Ga je naar toprestaurants? Ik denk dat ik gewoon een hele mooie culinaire trip krijg. Mooie markthallen bezoeken. Lekker eten natuurlijk. Ja, klinkt goed. Ik ben benieuwd. Ik ben echt, je hoort er heel veel van, hè, in Japan. Maar dat is dus een reisje en verder? En verder, ja, een hele grote Big Egg heb ik gekregen. We hebben meer gekregen. Waardeschecks voor vlees, vis. Ja. En een oven, toch? Oh, ja, en een oven, ja, dat natuurlijk. Dat is een hele belangrijke. Ik zat al te kijken. 10.000 euro, die oven, toch? Nou, dan meer, denk ik. Ja? Ja, heel mooi in het goud geplakt en dat zag er echt fantastisch uit. Maar daar moesten jullie iets voor doen, natuurlijk. Daar moesten we iets voor doen. Jullie hebben een wedstrijd gedaan. Dat vertelde je in het begin van het programma, hoe dat tot stand is gekomen. Wat moesten jullie nou precies doen? We moesten voor 6 gasten koken. Voor de jury eigenlijk. Hè. 4 bordjes voor de jury. En 1 bordje gaat achter de coulissen worden foto's van genomen. En eentje is voor het publiek te zien wat je gemaakt hebt. Het moeilijkste was natuurlijk wel de schuifdeuren gaan open met 11 uur. En dan zie je al hele mooie producten liggen. Zoals vis, vlees, kruiden, groenten. Je hebt nog geen idee wat voor ingrediënten je hebt? Nee. Dat bepaalt gewoon de leverancier, zeg maar, die daar al zijn spulletje neerlegt. En dus het is wel heel eerlijk, want je kunt van tevoren niet even alvast wat oefenen thuis of kijken van dit ga ik doen. Klopt. Je kunt wel wat scenario's in plannen. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. Van nou, als die groente ligt, kan ik dat. Of als dat visje er ligt, kan ik dat. Maar ja, ligt dat er wel of ligt dat er wel? Kijk, dat is weer heel erg moeilijk. Maar ja, ik zeg, we hebben best wel, ook al die andere koks natuurlijk, hebben heel veel ervaring. Ja. Je moet altijd wel een lekker prakje maken, toch? Natuurlijk. Maar je moet wel lekker zijn tegenover de rest natuurlijk, want anders kan je niet winnen. Nee. En ik zeg tegen die jongens ook die ik meegenomen heb, ik zeg, denk eraan, het gaat alleen om de smaak. Hè? Geen geknutsel, geen doetjes en datjes en gewoon 100% voor de smaak gaan. Hè? Het moet lekker zijn. Ja, en dat is ook het grootste puntaantal die je kunt halen. Smaak, puur, het gaat om de smaak. Maar ja, 1,5 uur tijd. Want wat moet je maken dan? 6 amuses, dus kleine hapjes. Ja. 6 stuks, hetzelfde dan natuurlijk. 6 voorgerechten. 6 tussengerechten, 6 hoofdgerechten en 6 dessertjes. Zo. En dan anderhalf uur tijd. Per dus gang, neem ik aan. Nee, in totaliteit. Maar in totaliteit? De amuse brengen is natuurlijk wel eventjes, dan moet je echt heel sneller zijn. Want dan moet binnen 1,5 uur moet het al op het bureau van de jury liggen, van tafel. En daarna heb je nog tijd, een half uurtje, om je voorgerecht te presenteren. En die moet dan ook klaar zijn. En zo gaat het met het tussengerecht, het hoofdgerecht. Een dessert heb je in feite het langste tijd. Maar ja, je moet ook die gerechten meegeven. Dus ja, je kunt niet zeggen, nog even, noem maar iets, een punnetje in elkaar zetten, terwijl het voorgerecht mee moet. Het gaat allemaal een beetje tussendoor. Maar dit is voor jullie gesneden koek, toch? Want dit moeten jullie dan toch dagelijks? Of niet helemaal? Nee, niet helemaal. Dat moet ook een beetje gezonde spanning zitten bij. Kijk, je wilt toch natuurlijk winnen. In je achterhoofd denk je van, nou, ik vind het sowieso wel hartstikke leuk om mee te doen. En toch 1,5 uur tijd. Maar daar zit ik niet alleen mee. Maar de andere deelnemers zitten er precies hetzelfde mee. Want je bent in een team van 3. Een team van 3. Hoe kun je dat dan onderverdelen, dat loopt? Nou, dat hebben we van tevoren al een beetje afgesproken. Koen die zou het dessert maken en het voorgerecht. Ik maak de amuse en het dessert. En Erik pakt het tussengerecht en het hoofdgerecht. En natuurlijk, wie het eerst klaar is, of meestal mocht iemand op tijd klaar zijn, dan helpen we elkaar natuurlijk. En vooral met de doorgifte. Helpen. Is er veel gevloekt onderling? Nee, dat doen we sowieso niet. Maar het kan daar ook helemaal. Hij twijfelt, hè? Ja. Nou, één keer wel. Iedereen staat te kijken. Iedereen kijkt op je vingers daar. Het was wel leuk. Ja, het was wel leuk. Maar Koen, die vrouw die dat presenteerde, die liep af en toe wel eens door de deelnemers heen. Dus achter de coulissen met ons, hè, of achter de coulissen. Wij staan natuurlijk voor het publiek, maar dan liep ze achter ons door. En dan vroeg ze wat aan jou. En ik had een paar maanden geleden als introductie heb ik gezegd, dan moest iets strikjes zeggen. Dan zeg ik, nou, die wedstrijd die winnen wij wel. Appel-eitje. Toen zei zij tegen mij, weet je niet meer, Geert, toen jij dat vertelde met de microfoon? Oh, en dan sta je daar. Ik zeg, de eitje heb ik al opgegeten, maar die spanning is er eens wel, hoor, zeg ik zo. Maar Koen, die denkt van, och, hij begint met de oude hoeren met mijn haar natuurlijk. Hè. En wij zitten met die tijdsdruk, want over 1,5 uur moet dat gerechtje mee.
Dat deed hij net of hij iets ging pakken onder de bank, maar die sloeg hij twee keer zo tegen mijn voet aan. Dan, chef, hou op met praten, weet je niet. Ga door. Dat was stress. Nou, want jullie concurrentie was ook niet de minste, hè? Nee, zeker niet. Daar waren al heel wat sterren uitgedeeld onder die restaurants. Want hadden ze allemaal een ster, de concurrentie? Ja, iedereen. Iedereen had een ster. Maar waren minstens meer bij? Één? Minstens één, ja. Er waren zelfs twee bij met twee. Maar dat wil allemaal niet zoveel zeggen, die sterren. Ik zeg natuurlijk, ze zitten op hoog niveau, maar dat zie je wel trouwens, hè? Anders hadden we ook niet gewonnen. Ja. Nee, dat was wel top. Dat was echt een leuke, spannende wedstrijd. Sorry. Want 2 jaar geleden heb je hem dus weer mogen houden, hè? Die Michelinster. Is dat iets wat gewoon, dit blijft bij jullie, zeg maar, standaard? Hier strijd je voor ieder jaar, die ster, die behoud je gewoon? Ja, dat hoop je van wel natuurlijk, hè? Maar je hebt dus controleurs die ons controleren van is hij nog wel op het goede pad bezig en is het ook sterwaardig, want dat willen ze het ook hebben, hè? Want als in het boekje staat een sterretje, dan moet je ook lekker kunnen koken. Ja. En het duurt al zo lang, hè? Dus, maar waren het nou ingrediënten waar je wat mee kon? Want dat lijkt me bijna nog het spannendste, dat wat je daar ziet, dat je zo spontaan iets moet bedenken om te koken, dat... Ja, ik weet wel, ik liep met Erik naar de vitrine en er lagen allemaal hele mooie vleessoorten in. Maar niets wat ik eigenlijk in mijn gedachten had. Ik had sowieso gedacht, er ligt een stukje wild, want er zit nog steeds in het wildseizoen. Maar er lag helemaal geen wild. Nee. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Er lag een paarloen, er lagen wat kippen, er lagen wat levers, lagen er wat niertjes en zweverik. Okay. Toen dacht ik ook, nou, laat mij die zweverik maar pakken, dat is toch iets mijn ding, daar kan ik wel iets mee. Maar zweverik bakken is nog een heel kunst, hè? En ook met het doorgeven, dat ik ook heel snel tegen Erik zeg, Erik, dat kunnen we wel bakken, maar als je bijvoorbeeld een stukje biefstuk bakt, dan kan je nog even 5 minuutjes laten liggen, alvorens het is verveeld. Maar zweverik bak je krokant en dan moet het gewoon... Als hij net zo kookt inderdaad, dat hij kan kletsen, dan is het helemaal stop, hè? Ziet het er vast.